Hubert van Deurzen is een opmerkelijk voorzitter van Voca geweest. Ik heb er uiteraard een aantal zien passeren. En hij is volgens mij een van de beste, zo niet de beste. Waarom? Omdat hij zeer pragmatisch te werk heeft gegaan. Hij heeft aan Voca en aan het Vlaams bedrijfsleven een panoplie van mogelijkheden gegeven die men zou moeten uitvoeren opdat Vlaanderen terug de economische positie wereldwijd zou kunnen innemen die het in feite verdient. Maar wat me toch speciaal is bijgebleven is zijn gedrevenheid en zijn tomeloze inzet voor de promotie van ondernemend Vlaanderen. En ook de manier waarop hij het gedaan heeft, ook voor zichzelf, is hij zeer veeleisend geweest. Hubert van Deurzen is een geboren hervormer. Iemand die dingen wil veranderen in de samenleving. En ik heb dat erg belangrijk gevonden. We zijn in Vlaanderen geneigd om soms een beetje zelfgenoegzaam te zijn. Daarom ieder in zijn eigen hoek, soms een beetje behoudsgezind. Hubert van Deurzen zeker niet. Hij heeft om die reden heel grote klemtoon gelegd op industriële innovatie. Maar ook op innovatie in het denken over onderwijs, in het denken over opleiding, competentiegericht denken, mensen kansen geven op ontwikkeling van hun competenties. Competentiemanagement zijn thema's die hij mee hoog op de agenda heeft gezet en ik ben hem daar ook dankbaar voor. Hubert is uitmuntend en is erin geslaagd om zijn talent over te brengen naar ondernemend Vlaanderen en ondernemend Vlaanderen op alle niveaus te begeesteren. Dat is fantastisch geweest. Eigenlijk zet ik erbij in een lijstje van, of een galerij eigenlijk, van wetenschappers. Darwin die heeft zo'n 150 jaar geleden zijn Origin of Species op de markt gebracht. Die heeft daar gesproken over de evolutie, over wat belangrijke factoren zijn in de evolutie van het leven. De struggle for life, the survival of the fittest, the survival of the most sexy. Langs de andere kant is er Einstein geweest die ook een hele bekende formule op in de kennis van de mensen heeft gebracht. En ik denk, Hubert heeft eigenlijk de twee gecombineerd. Hij heeft een formule gebracht waarin hij evolutie, het belang van de factoren in de evolutie van wat excellentie en wat excellente ondernemingen in Vlaanderen zullen zijn, dat heeft hij gevat in een formule die ondertussen denk ik door iedereen gekend is. Mensen van het bedrijfsleven, maar ook daarbuiten. We weten allemaal welke de factoren zijn waarvoor we in de toekomst zullen moeten inzetten in Vlaanderen om daar de welvaart van de toekomst uit te bouwen met excellente ondernemingen. Talent, internationalisering en innovatie. En ik denk dat daar een belangrijke verdienste ligt van Hubert, persoonlijk ook. Hubert heeft met veel verven, met veel overtuiging het belang onderstreept van innovatie en internationalisering voor de Vlaamse economie. We zijn een economie met heel weinig grondstoffen. De belangrijkste grondstof is de grijze materie. En Hubert heeft duidelijk aangetoond dat het ontzettend belangrijk is om daarin te blijven investeren. De crisis die we nu meemaken toont trouwens aan hoe belangrijk het is voor Vlaanderen van voornamelijk de kaart van innovatie, van technologie te blijven uitspelen. Hubert van Deurzen heeft een enorme grote bijdrage geleverd tot het Pact 2020 en Vlaanderen in actie. Vanuit zijn gedrevenheid, niet alleen voor innovatie, maar ook voor het ondernemerschap en de doorbraken die absoluut noodzakelijk zijn, de sense of urgency, zijn bijdrage tot Vlaanderen in actie, geconcretiseerd in doelstellingen. Hij heeft er elke keer op geamerd om niet alleen met goede zinnen, met goede doorbraken zaken te formuleren, maar ook die hard te maken in duidelijke doelstellingen, kwantitatief ook vastgelegd in percentages. Dat is zijn bijdrage tot Vlaanderen in actie. De bijdrage van Hubert van Deurzen in het kader van het oprichten van de actieprogramma's van Vlaanderen in actie is uitzonderlijk belangrijk geweest. Zowel in het kader van de stuurgroepen als in de samenwerking met de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Dit land heeft een vrij divers werkgeverslandschap
En op sommige punten zijn ook de standpunten niet altijd volledig gelijklopend of zijn de gevoeligheden verschillend. Maar daarom is het juist zo belangrijk dat de werkgevers trachten daar waar mogelijk samen naar buiten te komen met gemeenschappelijke standpunten. En daarom vind ik het zo belangrijk dat Urbain en anderen hun schouders hebben gezet onder belangrijke gemeenschappelijke acties zoals het Solidariteitspact, waar Urbain duidelijk ook aan de basis lag, en ook het Rode Plan voor Brussel. Ik denk dat het daar veel krachtiger is als wij gemeenschappelijk over belangrijke maatschappelijke thema's konden spreken. Wel, we hebben elkaar zeker gevonden in de aanpak van de 6 strategische innovatieclusters. En ik was heel erg blij dat VOCA onder zijn voorzitterschap dat ook mee heeft opgenomen om te komen tot businessplannen. Dat is wat we nodig hebben volgens het concept kennis, kunde, kassa. Onze bedrijven hebben er alle belang bij dat er een goede samenwerking komt in het patronaal landschap. Het patronaal landschap dat nogal verscheiden is. En de samenwerking die nu opgezet wordt tussen VOCA en de verschillende sectorfederaties is in die zin ontzettend belangrijk. Naar talentontwikkeling toe. Ook daar moeten VOCA en Federgom meehelpen aan een verbeterde talentontwikkeling, naar een sterk competentieagenda in het belang van de bedrijven, in het belang van werkzoekenden en van werknemers. Ik was vereerd als Urbain van Deurzen mij vroeg voor deel uit te maken van het bestuurscomité. En hij noemde mij de jongere van het bestuurscomité. Hij had waarschijnlijk al een agendapunt voor zichzelf dat ik de jongerenwerking op touw moest zetten, omdat Urbain vond dat het VOCA VEV absoluut nood had aan een verjonging, aan een jonger imago. Vandaag maakt heel de jongerenwerking tussen de 700 en de 800 jongeren die deel uitmaken van VOCA. Dus we zijn ons doel aan het bereiken, een verjonging van heel het VOCA-netwerk. Twee, ook de input van al die jongeren naar het bestuur en naar de werking van het VEV toe. Wel, de meeste voorzitters van het VOCA, het VEV vroeger, toen zij voorzitter werden, die werden plots heel wat voorzichtiger. Van Deurzen niet. Van Deurzen bleef een uitgesproken mening hebben, bleef die ook verkondigen. En dat maakte hem voor ons, de pers, bijzonder boeiend.